Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video in onze serie Training Lightburn voor Beginners. Als ik me niet vergis, deel 13. Vergeef mij de slechte lichtsituatie hier. Hierboven is dat wat lastig, zeker in het donker en in de winter is het nu eenmaal donker. Wat wij vandaag gaan doen met Lightburn is, we hebben de vorige keer de vensters aan de rechterzijde van het scherm, de bovenste vensters, gedaan. We gaan nu beginnen met de onderste vensters. Ik weet niet of we in één video alle drie de vensters die daar op dit moment staan kunnen behandelen. Als dat niet zo is, dan komt daar weer een nieuw deel voor natuurlijk. Mocht het wel lukken, dan kan het zijn dat deel 14 misschien wel het laatste deel is. Daar moeten we even naar kijken. Althans voor de beginnerstraining Lightburn. Daarmee zeg ik niet dat ik later niet video's met wat gevorderde zaken laat zien. Maar dan heb je in elk geval kennis gemaakt met Lightburn. En daar gaan we nu aan beginnen. We gaan beginnen aan deel 13 van de training Lightburn voor beginners. Veel plezier. Zo, daar zijn we dan weer in Lightburn. Deel 13 van onze training Lightburn voor beginners, waarbij wij het gaan hebben aan de rechterkant van het scherm, de drie venstertjes hieronder. Overigens, even voor alle duidelijkheid, je kunt die vensters natuurlijk verslepen en op andere plekken neerzetten. Dus het is toevallig zoals de settings zijn in mijn Lightburn, is dat wat je hier aan de rechterkant ziet. We gaan beginnen met de eerste van de drie en dat is de kunstbibliotheek. Kunstbibliotheek. Het leuke van Lightburn is dat je natuurlijk dingen kunt gaan downloaden of dingen maken. Misschien ook zelfs wel in een ander programma als CorelDRAW of voor mijn part via een website als Imgur. Maar je kan ook je eigen bibliotheek opbouwen. En er zijn voldoende plekken op het internet te vinden waar je hele sets met cliparts kunt downloaden. Of met achtergronden borders of zeg maar omrandingen borders. Nou, en daar kun je een kunstbibliotheek van maken. Je ziet het al een heel klein beetje staan bij mij daar aan de rechterkant. Je ziet de alfabet, animals, anem, bier enzovoort. Nou, laten we voor de grap even cartoons doen. Dan krijgen we de dingen te zien die in mijn cartoonbibliotheek zitten. Die heb ik overigens niet zelf gedownload. In dit jaar is wel gedownload, maar er was iemand die set aanbood, zeg maar. En dat zien we dan dus hier. Alvin de Chipmunk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daarboven zie je de grootte van het pictogram. Die kan je dus vergroten. Je kan dus deze afbeeldingjes vergroten of verkleinen. Maar je moet wel bedenken dat als je het vergroot, dan zie je er bijvoorbeeld maar eentje staan. En dan moet je voor elk icoontje naar beneden scrollen. Op zich ook niet erg, maar het kan lastig zijn. Hoe werkt dat dan? Stel, ik wil Alvin 1 hebben. Deze hier. Dan klik ik hem aan en ik sleep hem gewoon naar mijn scherm. En voilà. Ik heb Alvin daarin staan en dat kan ik dan dus gaan bewerken om dat te gaan lezen. Mooi. Ik wil het niet uit de bibliotheek verwijderen. Daar moet je even mee oppassen, want niet alleen dit was geselecteerd, maar ook dit. Dus ik ga nu even hier klikken en ik verwijder de afbeelding weer van mijn werkblad af. En ik laat het in de bibliotheek staan. Hoe kan ik nou met die bibliotheek wat dingen doen? Want daaronder zien we een aantal dingen staan. Daar komen we overigens ook weer de term project tegen. Project geeft aan mij altijd het idee dat, dat je zeg maar iets aan het maken bent en dat je dan een afbeelding daaraan toe wil voegen. Maar je hebt net al gezien dat je dat ook kunt slepen. Dus eigenlijk is het zeg maar, stel dat ik Alvin nu weer op het scherm wil hebben, dan zou ik dus ook kunnen klikken hier op afbeelding toevoegen aan project. Zie je, dan is Alvin er ook weer. Maar je kan ook slepen dus. Dat is dus eigenlijk misschien nog wel net zo makkelijk. Maar dat is even een apart verhaal. Dan krijgen we daarnaast nieuw. Dat is een interessante, want nieuw betekent eigenlijk dat we een nieuwe groep hier maken. Nou, dan moeten we even weten van waar die groepen dan staan. En dat is waar jij je Lightburn bestanden hebt opgestaan. Nou, bij mij zit dat in mijn documenten, dus ik doe dat even openen. En dan in mijn documenten zit een map die heet Lightburn. Even kijken waar die zit, hier zo. En in die map Lightburn zit een map die heet Art. En daar, als ik die open, moet je maar eens opletten, dan zie je alfabet, animals, anem, bier. Kijk met name hier in die bibliotheek, dan zie je datzelfde staan, borders, enzovoort, enzovoort. Niet dat ik hier nu dat bestand zelf moet maken, maar dat doe ik via die nieuw button. Dus ik zeg hier nieuw. En dan zeg ik, ik wil een map hebben, en die moet dan dus weer op diezelfde plek komen, hè, dus documenten Lightburn.
en dan Aard. En die noem ik eventjes Lucky Luke. Zie je wel, stripfiguur. Ik klik opslaan en je ziet aan de rechterkant in die kunstbibliotheek zie je Lucky Luke verschijnen. Er staat nog niks in. Hoe voeg ik dan iets toe aan Lucky Luke? Nou, hoe voeg ik iets toe aan Lucky Luke? Dan moet ik dat gaan importeren. Nou, ik ben even naar Google gegaan. En in Google kun je afbeeldingen downloaden. Dus ik ga die afbeelding van Lucky Luke downloaden. Ik zeg afbeelding opslaan als. Die zet ik even simpelweg op mijn bureaublad. Ik noem hem even Lucky. Zo. Ik zet hem op mijn bureaublad. Ik ga naar Lightburn. En ik zeg hier bovenin, dat is de vierde knop van links, importeren. En als ik ga importeren, dan doe ik Lucky importeren. Want dat is degene die ik gepakt had. Hier zul je zeggen, hij is nou in zwart-wit. Ja, dat klopt. Waarom is hij in zwart-wit? Is nogal logisch. Je kunt niet in kleur laseren, althans niet op hout en zo. Ja, met een MOPA laser kun je op metaal in kleur laseren. Maar je kunt niet in kleur laseren. Dus de afbeeldingen worden in Lightburn altijd in grijswaarde of in zwart-wit of zo. Nou, nu heb ik hier Lucky Luke staan. Dan moet ik hem selecteren. Ik klik hem aan. En zowaar, onder die afbeelding toevoegen aan project, is ook afbeelding uit project importeren toegevoegd. Moet ik wel zorgen dat ik die map Lucky Luke dus hier geselecteerd heb. Ik zeg nu afbeelding uit project importeren. Ik noem hem Lucky 1. Ik zeg oké. Okay. En zie daar, de map Lucky Luke heeft nu Lucky Luke aan boord. Dat is makkelijk. Dus een nieuwe map maken. Is een kwestie van nieuw. In de map waarin die art staat, daar een map maken met de naam zoals jij dat wil. In mijn geval dus Lucky Luke. En dan vervolgens een afbeelding importeren hier op het werkveld. En die afbeelding selecteren en dan importeren in de bibliotheek. De knop importeren die ik gebruikte op het werkblad hierbovenin, die vierde van links, die staat hier ook in die kunstbibliotheek. Daar rechtsonder zie je hem staan, importeren. Zou ik nou Lucky Luke aanklikken, dus hier zo in die bibliotheek, dan wordt daar ook verwijderen zwart rechtsonder. En dit is dus de mogelijkheid om deze afbeelding ook weer uit die bibliotheek te verwijderen. We missen hier nog twee knoppen. Dat zijn die twee met laden en afladen. Nou, dat zal ik je even uitleggen hoe dat zit. Kijk, het kan zijn dat je hier op een gegeven moment zoveel mappen hebt, dat het eigenlijk onoverzichtelijk wordt. Dan zou je dus kunnen zeggen van, weet je wat, ik wil op dit moment dat vissen, want ik ben niet zo'n visser, dat ga ik even doen. Ik ga die vissen afladen, zoals dat heet. Dus ik klik vissen aan. En dan klik ik daaronder op afladen. Dus die wil ik niet meer in die bibliotheek zien. Daarmee wordt die dus niet weggegooid van je harde schijf. Hoppakee, afladen en weg is die. Zie je dat? Stel nou, ik wil hem weer terug hebben. Dan klik ik op laden. Dan moet ik weer naar diezelfde map waar ik net zat, waar die art zat. Dus ik moet naar die documenten Lightburn. Art. Phishing, hier staat die. En eens weer terug in mijn bibliotheek. Dus ik kan die bibliotheek ook up-to-date houden, geordend houden en dat soort dingen meer. Het is altijd handig om te hebben. Er zijn zelfs mensen die slaan elk object dat ze hebben hierop. Ik vergeet het nog wel eens, maar het is wel handig om te hebben. Want stel, er komt iemand bij je en die zegt van, joh, ik wil eigenlijk even snel iets gemaakt hebben, want ik heb een verjaardag vanavond en ik noem wat. Ja? Dan kan je dus met hoe meer jij hier in de bibliotheek hebt staan, hoe meer jij aan dingen kan maken. En dat is dus interessant om te hebben. Dat is het blad venstertje kunstbibliotheek. We gaan naar het tweede venstertje en dat is een extreem belangrijke. Dat is het venstertje laser. Ik ga hem even voorzetten. Ik kan je niet laten zien hoe het werkt, want ik heb de laser hier niet op zitten, maar ik kan wel zeggen wat de knoppen doen. Op het moment dat hij met een laseropdracht bezig is, kun je het zien als een cd-speler. De pauzeknop om het project waarmee je bezig bent te laseren op pauze te zetten. Of wanneer je in paniek raakt en dat niet goed gaat, stel je bent karton aan het laseren en dat vliegt in brand, dan kan je op stop drukken om de actie te stoppen en dan zal die ook met de laser stoppen. De startknop is om een project te starten. Dat doe je natuurlijk pas wanneer die goed uitgelijnd is en wanneer alles helemaal ready, set en go is. Ja, dan druk je op de startknop. Maar daar zijn die drie knoppen voor, dat is makkelijk. Krijgen we de volgende, kader vierkant en kader rond. Dit zijn dus hele belangrijke knoppen. Want stel, je hebt die Lucky Luke gemaakt van zojuist en je wilt die gaan laseren op een plaatje hout. Ik noem maar wat. Ja?
Jij legt dat plaatje hout op je werkbed. En nu is de vraag van waar is nu eigenlijk die laser? Waar gaat die nu eigenlijk laser? Je hebt dat plaatje hout er al neergelegd, maar die laser die kent dat plaatje hout niet. Dus wat ga je doen? Je drukt op kader. En wat er gebeurt, je zult zien dat de laser naar zijn startpositie gaat. Dat is eigenlijk waar die toolpads, weet je nog, dat we hier onderin dat we een vierkante toolpad mee konden geven. Nou, wat hij doet, die toolpad gaat kadreren. Dus hij trekt als het ware een vierkantje over die plek heen. En als je de kader in de cirkel gebruikt, dan trekt hij een cirkeltje over die plek heen. Maar dit is nog niet genoeg. Dit is een beetje een basis, want daar waar hij stopt, stel dat je laser de thuispositie links onderin is, en dat is bij mij het geval, dan weet je dat hij links onderin op die toolpad vierkantje staat, zeg maar. Dat staat hij links onderin, staat hij op. Ja? We hebben gezien, en dat was bij het venster verplaatsen, meen ik. Even kijken. Bij verplaatsen, dat daar een fire button was. En dat we het vermogen, die staat hier op 0, maar die kan je op 1% zetten. Ik zou hem op 1% zetten. Ja? Alleen dat heeft met deze laptop geen zin, want hij hangt niet aan de laser. Maar als ik die op 1% zet, 1% is eigenlijk niks. 1% power van die laser is niks. Dat doet hij niks, hij brandt niks. Ja? Maar wat hij wel doet, hij laat een stipje zien. Dus op het moment dat ik die fire button druk, dus ik heb gekaderd, hij staat dus links onder in de hoek van de plek waar hij gaat laseren. Ik doe de fire button, hij laat daar het lampje zien. Op die manier kan ik mijn object uitrichten. En stel, ik wil het nu nog even echt zien, maar ook met het lampje aan. Ik dat hij nog een keer een kader trekt, maar nu met het lampje aan. Nou, op dat moment doe ik de shift touch indrukken en ik druk op kader. Of het nu de cirkel is, of het vierkantje, of het rechthoekje. Als ik dat doe, zul je zien dat hij die kader trekt met het lampje aan. En op die manier kan je heel goed vaststellen of je plaatje hout, of dat je onderzetter, of wat dan ook, dat die goed op het bed ligt en dat die ook keurig gelezen gaat worden. En zo kun je dus met een beetje een goed oog altijd dingen recht gelezen krijgen en altijd dingen keurig daar gelezen krijgen waar je het wil hebben. Ja? Goed, dat zijn de twee kaderknoppen. Dan krijgen we het opslaan van de G-code. Nou, dat kan ook. Hè. Je kan datgene wat jij gemaakt hebt, want normaal gesproken stuur je het vanuit het Lightburn rechtstreeks aangesloten op een laptop en op die laser. Hè. Dus die laptop die speelt, die doet als het ware die G-code naar die laser toe sturen en hij leest het dat direct. Maar je kan het natuurlijk ook opslaan. Dus je zou hier ook kunnen zeggen van nou, ik heb dat bestand hier, ik wil dat bestand opslaan nu. Dus ik heb datgene gemaakt wat ik wil gaan lezen. In plaats van op start te drukken, sla ik de G-code op. En dan kan ik later die G-code weer inlezen en hem uitvoeren. En dat doe je met die tweede, dus uitvoeren van G-code. Dus opslaan van G-code en eigenlijk is uitvoeren van G-code ook het laden van de G-code. Nou, dan krijgen we daaronder de beginstand en naar beginstand. Nou, de beginstand is om, nou moet ik het even goed zeggen en volgens mij zeg ik het goed hoor, is om een beginstand vast te leggen. Te zeggen van, dit is mijn beginstand. Dus als ik daar klik en de laser staat op een andere positie, is op dat moment de laser's beginstand is daar waar jij geklikt hebt op die knop beginstand. En naar beginstand wil zeggen dat ik op het moment dat ik zeg maar ergens anders met die laser ben, ik heb hem verschoven om wat voor reden dan ook, om erbij te kunnen of wat dan ook, en ik wil terug naar die positie, klik ik op naar beginstand en dan gaat hij dus terug naar die positie. Ik ga eerst even de knoppen aan de linkerkant doen. Rotatie inschakelen. Degene die mijn video's volgt, heeft de laatste twee video's die geweest zijn, dat was een livestream waarin ik de rotary roller gebouwd heb. En dat was een stream waarin ik mijn calibratie gedaan heb van die rotary tool, die rotary roller. En om die rotary roller te gebruiken, moet ik rotatie inschakelen. Dat wil eigenlijk zeggen dat er een apparaatje onder de laser staat. En kijk dus rustig terug naar mijn video's. Die ik kan laten draaien, waardoor een glas meedraait in datgene wat ik laser. En ik kan je vertellen, het werkt fantastisch. Ik heb vanmiddag de eerste echte test gedaan. Nog op nietszeggend glas. Maar het ziet er perfect uit. Het gaat heel erg goed. En daar zal ik binnenkort dan ook een echte video over doen. Dan snijd geselecteerde objecten. Kijk, normaal gesproken heb je die snijden en lagen dat venster. En daar worden de verschillende lagen gesneden en dergelijke. Nou, je kan natuurlijk elke. Stel je hebt drie cirkels op dat werkbed staan. En die moeten alle drie gesneden worden. Maar je wilt ze één voor één gedaan hebben. Dan kan je dat doen door dus elke cirkel een andere kleur op het palet te geven. En dan zeg maar
kleur voor kleur uit te snijden. Maar je zou ook hier kunnen zeggen van ik selecteer alleen het linkse cirkeltje en ik klik hier op snijd alleen de geselecteerde objecten en dan zal die dat doen. Dan zet hij nog een interessante knop bij van gebruik de oorsprong van de selectie. Het is geselecteerd. Het is ook logisch dat het niet werkt, want ik heb er geen laser aan zitten. Dan zou je kunnen zeggen van datgene wat ik geselecteerd heb, dat moet eigenlijk ook de positie zijn waar de laser automatisch naartoe gaat. Mijns inziens zou die dat moeten doen. Ik heb het nog nooit gebruikt, dus maak je daar niet te druk om. Dan optimaliseer het snijtraject. Soms hebben lasers en 3D-printers de neiging om een heel aparte weg te kiezen om dat te lezen wat je moet lezen. Dus zeg maar te beginnen op een hele andere plek waarvan jij gedacht had en dan vervolgens eerst aan de andere kant weer verder te gaan om weer terug te keren bij de linkerkant. Nou, heel ingewikkeld. Hier kun je zeg maar zeggen van optimaliseer dat snijtraject. Doe dat op een manier die logisch is en niet op een beetje een vreemde manier, want dat kan alleen maar leiden tot rare snedes en rare dingen, zeg maar. De onderste drie laat ik even zitten, kom ik het laatste op. Ik ga naar begint vanaf. Nou, normaal gesproken stel ik die in op absolute coördinaten, maar ik ga het even aanklikken. Absolute coördinaten wil zeggen dat ik hierboven dus kan zeggen van ik wil dit hebben op 200, 215. Daar staat hier nu toevallig ook op. Ja? Dat zijn absolute coördinaten. Ik heb gezegd ik moet op 200, 215 zijn. Ik kan ook 190, 300 zetten, boven, daar gaat hij verspringen. Als ik dit aanklik krijg ik nog een paar mogelijkheden. Dat is de huidige positie, dat is de plek waar mijn laser op dat moment staat. Het kan ook de plek zijn waar die moet beginnen. He, begint vanaf heet het. En de laatste is de oorsprong van de gebruiker. En de oorsprong van de gebruiker, dat is bijvoorbeeld bij mijn laser. En dat kun je zien aan dat groene blokje links onderin. Dat is links onderin, dat is de oorsprong van mijn laser. Ja. Je kan ook nog, dat kan je nu niet, want je ziet nu bij absolute coördinaten dat het geklut is. Kan ook zijn dat het zeg maar te maken heeft met het feit dat ik de laser er niet op heb zitten. Ja, zie je. Ja, kijk, ik heb hem veranderd naar oorsprong gebruiker. En dat kan ik hem veranderen. Hè? Rechtsboven, linksonder. Is een wat wazige functie hoor. Want het is vaak zo dat je drie functies, vier functies hebt voor hetzelfde verhaal te bereiken. En ik zou me daar niet al te druk over maken. Krijgen we daaronder. Laat de laatste positie zien. Als ik die klik, zal de laser terugspringen naar zijn laatst bekende positie waar die was. He, dus als je de laser weer verschoven hebt, maar we hebben net al gezien, beginstand, na beginstand, dat is allemaal mogelijk. He. Dat is allemaal een optie, zeg maar. Dan krijgen we de optimalisatieinstellingen. Ik ga even kijken of die laatste positie zien. En je ziet niks gebeuren, dat is heel logisch, want mijn laser is niet aangesloten, dus dat kan helemaal niet. Deze wel, optimalisatieinstellingen. Als ik die aanklik, dan zijn er een aantal dingen die ik kan doen om te optimaliseren. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hier niets aan veranderd. Dit is dus die optimalisatie van dat snijtraject. Hè? Dat hij niet eerst een stukje links snijdt en dan een stukje rechts snijdt om vervolgens weer naar links terug te keren, zeg maar. Een aantal dingen kunnen hier ingesteld worden. Rangschikken per laag, rangschikken per groep, rangschikken op prioriteit. Deze zijn optioneel en kunnen opnieuw worden gerangschikt. Nou ja, ik vind het mooi. Eerst de binnenste vormen knippen. Dat staat aan in de volgorde van de richtingsnijding. Op deze basis, op deze functies die hier staat, zal hij dus het ideale pad volgen als er iets gesneden moet worden. En nogmaals, ik heb hier dus niets aan veranderd. Ik laat het dus zo, dus als ik op standaardwaarde zou drukken, dan zal waarschijnlijk dit zouden weer verschijnen. Want ik ben eigenlijk tevreden met hoe mijn laser snijdt. Dus ik ga ze niet allemaal behandelen. Dat is het venstertje. Ik klik oké. Okay. We hebben er nog drie over in dit venster. Nou, en dat is eigenlijk apparaten. Moet die maar even aanklikken. Laat die zien welke laser door mij in Lightburn is ingegeven zodat ik die heb. Nou, dat is de Ortur Laser Master 215 Watt versie. In dit venster kun je die laser zelf laten vinden. Dan moet hij natuurlijk aangesloten zijn en aanstaat. Dat is vind mijn laser. Je kunt hem handmatig aanmaken. Dan moet je natuurlijk de nodige dingen weten. Bijvoorbeeld hoe groot je werkbed is en wat de aansturingssoftware is van die laser. Is dat Gerbil of is dat wat anders? Lightburn Bridge, dat is een apart apparaat wat je bij Lightburn kunt kopen. Zodat je de laser via wifi kunt gaan bedienen. Tja, dat moet je voor kiezen, ja of nee. En sommige lasers leveren een bestand zeg maar, wat zeg maar alle settings bevat. En dat kan dan geïmporteerd worden.
Nou, en dan heb je, als je meerdere lezers hebt, ik moet hem denk ik aanklikken, vermoed ik, dan zullen we die andere waarschijnlijk ook wel gaan zien. Ja, oké. Okay. Instellen als standaard. Nou, dat is die, want ik heb er maar één. Je kan hem bewerken, zodat je zaken verandert. Hè? Bijvoorbeeld het werkveld verandert. Je kan hem weggooien. En je kan hem exporteren, zodat je ook zo'n initialisatiebestand hebt voor deze lezer. Nou, in dit geval is het niet zo heel moeilijk. Want op het moment dat jij de lezer hebt aangesloten, en jij doet zeggen, vind bij mijn lezer zal die Arthur ook echt vinden. Dit impliceert automatisch ook al gelijk dat jij meerdere lezers aangesloten kunt hebben. Je ziet wel eens op YouTube van die videokanalen waar mensen meerdere lezers aan het reviewen zijn. En dan zullen ze afvragen, ja, moeten ze dan niet een keer opnieuw een like button? Nee, je kan hier rustig 5 lezers hebben aangesloten staan. Je zult alleen zo meteen in een van de vervolgschermen moeten kiezen welke lezer ik nu wil gebruiken. En dat gaan we gelijk zien. Dat is namelijk de rechter van de 3. En daar staat nu op dit moment dus Arthur Lasermaster 2 15 watt. En dan zul je zien dat dat ook de enige lezer is die aangesloten is. Maar als jij meerdere lezers hebt, zullen hier meerdere lezers getoond worden. En heel belangrijk, zeker dat kan per computer namelijk veranderen, is op welke COM-poort wordt die nu herkend. Ik weet bijvoorbeeld dat op de laptop waarmee ik de lezer aangesloten heb, want dat doe ik niet met deze laptop, daar is dat COM-poort 16 als ik het goed heb. En je snapt dat als jij daar de verkeerde COM-poort zou kiezen, ja, dan herkent hij hem simpelweg niet en dan gebeurt er dus ook niks. Goed. Dat was het blad lezer. Ik ga ook de laatste nog doen, ondanks de lengte van de video. Sorry, ik klik op iets verkeerds. Ik ga namelijk het laatste tabblad doen, dat is het tabblad bibliotheek. Kijk, lieve vrienden, het zou natuurlijk erg vervelend zijn als jij bij elk soort materiaal wat je wil gaan gebruiken, en bij elke vorm van gebruik, snijden, graveren, graveren van een lijn, of graveren van een vul, of graveren van een afbeelding, dat je dan iedere keer moet gaan uitvinden van welke settings nou de beste zijn. Dat zou erg vervelend zijn, dus het is sterk aan te bevelen dat als jij met bepaalde materialen gaat werken en je hebt uitgevonden wat de beste settings daarvoor zijn, dat je dan ook die settings gaat opslaan. Ja? En dat is eigenlijk wat hier gebeurt in die bibliotheek. Ja? We zien hier de soorten materialen. Je ziet meer materialen dan ik in werkelijkheid gebruik. Dat heeft te maken met het feit dat ik de LA Hobby Guy, dat is een videokanaal, de Louisiana Hobby Guy, dat is misschien wel een van de beste vormen van uitleg die je van Lightburn kunt krijgen. Alleen, het is Engelstalig. Die heeft een forum en daar kun jij zeg maar ook al bibliotheken en dergelijke downloaden. Dat helpt enorm, want dan heb je in elk geval een startpunt. Het enige wat ik erop tegen heb, en deze man is heel erg goed in zijn uitleg, maar geld boeit hem niet. En dat betekent dat hij zijn lezers gewoon permanent op 100% gebruikt. Tenminste, volgens zijn bibliotheek. Maar dat verkort de leeftijd van je lezer enorm. Dus in feite moet je er een beetje mee gaan spelen. Je moet een beetje omlaag, bijvoorbeeld met percentage. Maar dat betekent misschien ook dat je snelheid wat omlaag moet. Want als je snelheid omlaag moet, dan zal je iets meer power op datgene krijgen wat je aan het doen bent. Nou, ik geef even wat voorbeelden, maar ik heb hier zelf ook al het nodige aan toegevoegd. Ik laat even iets zien. Stel, ik wil timmerhout. Ik gebruik heel vaak timmerhout. En wat ik doe, is ik zet als ik zo'n serie maak, probeer ik ook even waar ik het gekocht heb met de prijs ongeveer. Inmiddels was die trouwens goedkoper, alweer €6,09 zag ik. Maar goed, €6,49 voor 3 mm timmerhout. Ja? En er staat een pijltje voor, dus ik kan hem uitklappen. Ga ik doen. Even laten zien wat ik daar heb. Dan zegt hij hier 3 mm. Nou, dat had voor mij niet nodig geweest. Maar goed, in dit geval misschien, zeker als je gaat snijden wel. Maar als je gaat graveren, maakt het niet uit of het 3 mm is of 10 mm. Dat is niet interessant. En dan zie je hier 4 dingen staan. Cutting, dat snijden. Engrave, de lijn. Oftewel het graveren van een lijn. Dus niet snijden, want ja, kijk, snijden doe je ook met een lijn. Maar dat is het begrip cutting. Dan engrave vullen. Dat is als ik een afbeelding gevuld wil hebben. Ik wil Lucky Luke. Ja, en ik wil dat ook echt een beetje ongeveer zoals het hier is. En dan tot slot foto op hout. Waarschijnlijk is die laatste foto op hout, zal een logischere zijn. Maar goed, oké. Nou, wat er nou gebeurt? Ik klik op die cutting. Is er nog niks veranderd? We zien een aantal knoppen aan de rechterkant. Creëer nieuwe vanuit laag. Stel, ik wil nog een setting toevoegen hieraan.
dan kan ik een nieuwe setting maken. Dus ik kan bijvoorbeeld cutting 6 mm maken, bij wijze van spreken. Ik noem maar wat. Dat is niet zo handig, want dat timmerhout heet 3 mm. Dus maar goed. Maar dat zou ik gekund hebben. Het belangrijkste in dit geval is bewerk de snede. Gaan we even doen. Als ik bij bewerk de snede kijk, dan krijg ik eigenlijk een gewoon werkvenster. En daar zeg ik bij, dat als ik ga snijden, gebruik ik van dit 3 mm hout van de gamma. Daar hebben we het over. 300 mm per minuut en een maximaal vermogen van 75% in de standlijn en 4 keer eroverheen, dus bij aantal keren 4. Ja. Deze settings zijn de settings die hij onthoudt als zijnde mijn snijsettings voor 3 mm hout. Wil ik graveren en ik kijk in datzelfde venstertje, dan is dat een heel andere waarde, dan is dat 2000 met 60%. Nog lijn, want het was lijn hadden we gezegd, dus lijn graveren. En daar ga je er maar één keer overheen. Nou, en zo kan je voor elk materiaal wat je maar kunt bedenken. Nou, laten we die materialen maar eens even doorlopen. We gaan eventjes even naar boven toe. Je zult dus dubbele zien, omdat er dus gedeeltelijk nog in staan van wat ik toen gedownload heb en gedeeltelijk van wat ik toegevoegd heb. 250 gram kraftpeper. Daar heb ik een andere hiervan in zitten en dat is, even kijken of ik die toevallig kan vinden op dit moment. Kraftboord. Ja, kraftboord. Die zit middenin onder ongeveer. Dat is dus wat dat is. Dat is eigenlijk een soort karton met een kleurige laag. En daar overheen zit een zwarte gepoederkoten laag. En dan krijg je meestal zo'n houten stiftje bij. En dan kan je een tekening maken door dat zwart weg te krassen, zeg maar. Maar dat kan je ook heel goed lezen. Nou, acryl. Dus dat is plastics, plexiglas en dat soort dingen meer. Beukenhout. Nou, beukenhout heb ik toevallig ook liggen. En heeft, dat is een hardere houtsoort, heeft dus andere instellingen nodig. Canvas, oftewel karton met schilderscanvas eroverheen. Zwart-wit, Action 1,55 euro, 3 keer 25 bij 25, als ze ze hebben. Want de laatste twee maanden dat ik erbij geweest hebben ze niet meer op voorraad. Maar ik hoop ze weer tegen te gaan komen. Cardboard, dat is karton. Die heb ik nog niet gebruikt. Maar kan je ook lezen, moet je wel hele lage power en zo hebben, want anders gaat de zaak in de hands. Keramic tile, oftewel gewoon tegels. 6,39 euro bij de gamma, 44 stuks, maat 15 bij 15. Normaal zijn ze iets duurder, 7 euro zoveel, maar 6,39 is vaak de aanbiedingsprijs. En ze zijn regelmatig in de aanbieding, want het zijn eigenlijk hele slechte tegels, maar niet voor wat wij doen. Daar zijn ze perfect voor. Coated or painted metal. Nou, denk bijvoorbeeld aan business cards met een kleurtje eroverheen. Dat zijn van die metalen business cards. Die kan je in China bestellen. Daar heb ik ook al eens een videootje over gemaakt. Anodized. Anodized. Nou ja, geanodiseerd aluminium. Moeilijk woord. Cotton cloth, oftewel katoen. Nog niet gebruikt, maar ook hij heeft hier al dingen in staan. En ongetwijfeld zal het weer 100% zijn. Even kijken, cotton cloth. Ik hou helemaal niet van 100%, want dat gaat niet goed. Het gaat in dit geval over snijden. Zie je, 100%. Maar goed, je hebt wel een basis. Je hebt wel een basis. Dus als ik dit nu naar 800 doe en ik doe 80%, zit ik redelijk in de buurt, zeg maar. Dat is één ding wat zeker is. Ja? Donker plastic. Donker acryl bijvoorbeeld. Je hebt zwart acryl ook. En dat is absoluut te bewerken. Glas. Nou, dat ga ik je van de week laten zien. Dat is hartstikke mooi om te doen. Nou, hier hebben we nog een keer kraftboord. Ofwel hetzelfde als kraftpeper bovenin. Leer. Leisteen. Ik heb hier van de Action. Dat zijn onderzetters. 1,22 euro. 4 stuks. 10 bij 10. Fantastisch spul. MDF. 8 mm. Is dus niet om te snijden, maar om te graveren. Ook weer van de Praxis. 7,79 euro. Metaal. Dan niet geweefde stoffen. Dus dat zijn eigenlijk synthetische stoffen. Wel mee oppassen, want er zijn ook giftige stoffen. Plywood. Dat is eigenlijk een beetje wat ik timmerhout noem. Spiegels. Kan ook. He, 15 bij 15 per 6 stuks. 8,09 euro bij de gamma. En ik heb gezien dat ze ze ook bij 12 hebben. Dan zijn ze relatief nog goedkoper. Ik geloof 13 euro nog wat. Stone. Sleet. Nou, sleet is eigenlijk hetzelfde als lijnsteen. Maar steen natuurlijk niet. En steen kan je ook graveren. Ja, niet heel diep, maar je kan daar een afdruk op maken. Nou, de timmerhout en dan dikhout. Zo kan je dus heel veel dingen hierin toevoegen, zeg maar. Als je dus iets hebt aangeklikt, dan zien we dus aan de rechterkant, daar hebben die knoppen staan. Stel, ik
heb dus iets gemaakt. Hè. Ik heb hier die Lucky Luke. Hoppakee. Ja. En ik ga nu naar de rechterkant. En ik zou bijvoorbeeld hier gaan zeggen van ik wil dat timmerhout gaan gebruiken. Even kijken. Foto op hout. En dan zie je daarboven toewijzen aan laag. Andere woorden, dan wordt de laag waarop deze afbeelding zit, dat is de zwarte laag, dat kunnen we aan die stippenlijn eromheen zien, worden die settings die ik daar foto op hout heb, die worden toegewezen aan die laag. Wil ik een nieuwe laag creëren, wil ik iets nieuws hier creëren, dan kan ik dat creëren vanuit nieuwe laag, dan maak ik dus bij snijden lagen zelf mijn settings. En ik kan vervolgens gaan zeggen van nou, dat is voor timmerhout van 6 mm, ik noem maar een zijstraat. Nou, bewerk sneden is dus om die instellingen te veranderen die opgeslagen zijn. He, dus met andere woorden, al die dingen die ik opsla in dit menu, die blijven hier onthouden worden. En die kan het dus wel eens moeten bewerken, omdat ik toch vind dat ik misschien iets te snel lezen of iets te langzaam of wat dan ook. Ik kan de omschrijving bewerken. He, stel die prijs van dat timmerhout gaat omhoog of omlaag, dan bewerk ik de omschrijving en dan kan ik daar een andere tekst van maken. Ik kan dupliceren, dat is dus kopiëren van die setting. Ik kan het verwijderen. En dan heb ik onderin die bibliotheek, want die bibliotheek is natuurlijk ook ergens opgeslagen. Die bibliotheek bestaat dus eigenlijk gewoon uit een bestandje. En dat bestandje dat staat, en dan gaan we weer even terug naar de documenten. Eentje omhoog. Dan zien we hier staan materials. En in materials... Er staat dus het bestand waar al deze settings in staan. Zie je dat? En die is toevallig net gewijzigd. En dat klopt, want ik ben met glas bezig geweest. Dus als ik hier nog geen settings heb en ik heb ergens, zoals bijvoorbeeld bij die Louisiana Hobby Guy, zo'n bestand gedownload met al die settings, dan kan ik dat laden hier vanuit deze knop laden. Ik kan kiezen opslaan. Dat is dus dat die opgeslagen wordt over het bestaande bestand wat ik net geladen heb. En dat is als ik dingen gewijzigd heb, dan moet ik dat doen, want anders dan slaat hij die settings niet op. En ik kan ook kiezen voor opslaan als. Stel ik wil een kopie hebben en die wil ik ergens op een NAS-server hebben, dan zeg ik opslaan als. En dan maak ik een kopie op een andere plek dan waar ik hem normaal gesproken vandaan download. En tot slot heb ik een functie nieuw. En dat is wanneer ik een compleet nieuwe bibliotheek wil maken. Een compleet lege bibliotheek. En je kunt je voorstellen dat dit natuurlijk een goudmijn is, want... Ondanks dat je niet altijd precies met deze settings hoeft te werken, is dit wel een basis. En dat is vaak het hele probleem met dat hele laseren. Is dat dan zeg maar, waar te beginnen? Met welke speed? Met welke power? Nou, door zoiets te hebben, heb ik in elk geval een indicatie van, oké, ik moet ergens in die hoek zitten, zeg maar. En dan kan je met experimenteren wel uitvinden van, wat is nou de ideale setting? Wel altijd, als je ermee klaar bent met bewerken, kiezen voor opslaan. Goed, lieve mensen, ik heb ze toch alle drie gedaan vandaag, zoals je gezien hebt. Voor vandaag denk ik dat het voldoende is. En in deel 14 gaan wij laten zien, of ga ik laten zien, hoe je nou een redelijk complex gebeuren, en ik zit te denken, dat weet ik nog niet helemaal zeker, maar ik zit te denken aan een jigsaw puzzel. Hoe maak ik dat dan in Lightburn, om even te laten zien hoe je met die functionaliteit omgaat. Maar dat is voor de volgende keer. Voor vandaag was het genoeg. Tot de volgende keer. Dag.